Op het Weesperplein in Amsterdam wordt een monument onthuld dat de Joodse dankbaarheid vertolkt voor de hulp welke in de bezettingsjaren aan de vervolgde Joodse Nederlanders werd verleend. Namens het comité dat het gedenkteken aan de gemeente aanbiedt, spreekt dokter De Hartog woorden van hulde en dankbaarheid jegens hen die hebben gedaan wat zij als een eenvoudige plicht van naastenliefde beschouwden en aan wie de overgebleven Joden hun behoud te danken hebben. Het monument werd vervaardigd door de beeldhouwer Wertheim. Nadat een zoontje van de beeldhouwer een lint heeft doorgeknipt, wordt het gordijn voor het monument weggetrokken. Het gedenkteken is uitgevoerd in gele Franse zandsteen en draagt 5 relieffiguren die berusting, afweer, bescherming, weerstand en rouw voorstellen. De opdracht van het monument luidt: aan de beschermers der Nederlandse Joden in de bezettingsjaren 1940-1945.